Ben Fransen, maand van de positieve gezondheid. Een leuke slogan. Daar zit natuurlijk een heleboel achter. Het begon eigenlijk al met jullie werkgroep op 2 oktober met de lezing van de mevrouw met de mooie naam. Chantal Wallig. Chantal Wallig. En die had meteen een opvallende uitspraak. Ze zei letterlijk, gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Ja, ja. Nou, gezondheid is vooral niet ziek zijn. En we hebben natuurlijk in het verleden, we hebben een hele goede gezondheidszorg in Nederland. Maar we hebben het eigenlijk vooral over mensen die ziek zijn. En dat die behandeld moeten worden of dat er iets mee moet gebeuren. Maar wij schuiven nou naar voren en we hebben gezegd, we moeten zorgen dat mensen niet ziek worden. Dan ontlast je natuurlijk enorm de gezondheidszorg. En als je nou weet dat meer dan 50% van de mensen die bij de huisarts komen, dat heeft allemaal te maken met hun leefstijl. Dus met hun voedingspatroon, met niet bewegen, te weinig bewegen, te veel stress. En dan, wat zie je dan? Mensen krijgen hoge bloeddruk, mensen krijgen een burn-out, maar mensen krijgen hartkwalen ook. Mensen krijgen suikerziekte tegenwoordig. Hè. Heel veel mensen die te zwaar zijn, krijgen suikerziekte. Er zijn op dit moment al meer dan 100.000 mensen in Nederland die suikerziekte hebben door ongezonde leefgewoontes. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Ja, laat ik zo zeggen, als je gezond bent, dan ben je niet ziek. Dus je moet zorgen dat je niet ziek wordt. Dat klopt. Gezondheid is ook bewegen, bijvoorbeeld sporten. En dat doen wij met de Tios, dansen en turnen. Dus, en dat is voor alle leeftijden. Ik denk dat het bewegen sporten voor alle leeftijden is. Ja. Ja, en inderdaad, het niet ziek zijn is natuurlijk maar een klein deel. Ook je fit voelen en je erop uit willen gaan. Maar ook gezond in je hoofd. En dat is natuurlijk meer dan alleen maar het niet ziek zijn. Dus ja, het is zeker meer dan... Nou, als je kijkt naar onder andere het aspect meedoen. Wij als vrijwillige thuishulp zorgen ervoor dat mensen, als ze ergens aan deel willen nemen, dat ze daar naartoe kunnen als ze zelf geen vervoer hebben, bijvoorbeeld. Of als ze ergens een uitstapje willen maken en ze kunnen niet zonder begeleiding, kan er iemand van de vrijwillige thuishulp bijvoorbeeld mee. Wij zorgen vooral praktisch dat ze mee kunnen doen met wat ze eigenlijk willen. En dan komt de gezondheid ook ten goede. Ja, gezondheid is ook vitaal zijn, dat je zorgt dat je een goede conditie hebt. Het is natuurlijk mentaal gezond, moet je ook zijn. Ja, dus dat is ook wel heel belangrijk, zeker tegenwoordig. Ben je dan gezond als je eenzaam bent? Ja, dat is natuurlijk ook een stukje op mentaal eigenlijk. Heel belangrijk, eenzaamheid onder ouderen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Absoluut. Het bepaalt jouw beweging, het bepaalt jouw leven. Alles wordt erdoor bepaald. Nou, bedoelen wij niet de fysieke pijn, maar er is nog anders, hè? Er zijn nog meer. Geestelijke pijn. En ja, dan ben je ook niet gezond. En daar is het moeilijk om iemand mee te helpen. Denk ik. Maar er wordt wel veel gedaan in dat opzicht. Ik denk dat we wat dat betreft in een luxe situatie zitten in Nederland. En wat wij nu gezegd hebben, je moet proberen te zorgen dat mensen niet ziek worden. Dus je moet aan de voorkant moet je veel meer doen om mensen allerlei adviezen te geven om gezond te leven. En dan hoef je niet ziek te worden. En dat heeft ertoe geleid dat jullie met een groep mensen hebben gezegd, daar gaan we iets mee doen, ja. Zeg maar in de voorlichting. Ja. En dat is deze markt. Ja, dus we willen eigenlijk, we hebben een hele grote doelstelling. Wij willen eigenlijk in Sint-Antonis proberen de hele bevolking gezonder te maken door waar we nu mee begonnen zijn, de maand van de positieve gezondheid, door heel veel op dat gebied heel veel dingen te doen. We hebben bijvoorbeeld we hebben de lezing gehad van Chantal Wallig.
Maar we hebben ondertussen al de jeugd van de school gehad. Die hebben hier verschillende keren de mijl rond Oelbroek gerend om ze in beweging te krijgen. We hebben pas Crazy Paradise gehad. Dat was in de sporthal waar allerlei springkussens en van alles waren. Er waren in 2 dagen tijd 525 kinderen. Nou, vandaag hebben we de gezondheidsmarkt. En we hebben van de week Pluim voor je hart gehad, een workshop. Nou, en zo hebben we heel veel activiteiten deze maand. Maar dat is pas het begin. Maar jullie hebben wel getracht het zo breed mogelijk in te vullen en over te brengen. We hebben het zo breed mogelijk, dus echt van jong tot oud. Waarbij we ook een bijzondere aandacht hebben voor de jeugd. Kijk, vaak wordt hier gedacht, voor een gezondheidsmarkt, dat zal wel voor de oudere generatie zijn. Maar juist niet. Bewegen, dat begint bij de jeugd. En we weten dat daar ook wel een aandachtsgebied ligt van kinderen die te weinig bewegen. Maar ook veel kinderen die al te zwaar zijn. Hè? Dus daar besteden we in alle groepen besteden we aandacht aan alle aspecten van gezondheid. En laat ik vooral zeggen, dat is niet alleen maar lichamelijk welbevinden. Dat is ook gezonde voeding, maar dat is ook vooral, je ziet tegenwoordig heel veel jonge mensen, ik ben er niet altijd jaloers op, wij hebben zelf ook allemaal kinderen die weer kinderen hebben en die moeten heel veel ballen in de lucht houden. Hè? Je ziet niet voor niks dat heel veel jonge mensen vaak burn-outs krijgen. Dus ik wil vooral zeggen, gezondheid is niet alleen lichamelijk, maar dat is ook welbevinden en dat je je fijn voelt. En daarom hebben we ook allemaal hier stands van partijen die ook welzijn aanbieden, zeg maar. Dus, maar dus, je kunt ook nog andere beschouwingen inschakelen van mensen zijn eenzaam. Dan zijn ze niet gelijk ziek, maar ze missen wel iets. Nou, kijk, het is wel bekend dat mensen die eenzaam zijn of die ongelukkig zijn, dat die op een gegeven moment toch gezondheidsklachten krijgen. Hè? Kijk, dat gaat samen met elkaar. En dan komen mensen vaak bij de huisarts met vage klachten. En als je dan doorvraagt, dan blijkt uiteindelijk dat mensen ongelukkig zijn. Of dat ze eenzaam zijn. Of dat ze een dreigende burn-out hebben. Duidelijk niet alleen het fysieke. Ja, en daar wordt tegenwoordig ook veel meer aandacht aan besteed. Je ziet ook nu dat bij de fittestdag die we gehad hebben, dat heel veel mensen op juist het vlak van gelukkig zijn of te veel spanning hebben, dat ze daar een probleem hebben. En dan zie je dat als je goed doorvraagt, dat je daar ook achter komt. Dus we hebben ook heel veel mensen van de fitnessdag doorverwezen naar Socium, onze welzijnsinstelling, om daar eens een goede check te doen van wat kunnen we doen of wat kun jij doen om toch meer balans in je leven te krijgen tussen inspanning en ontspanning. Mevrouw Wallig liet ook nog de term zingeving vallen. Hè? Dus zit al een beetje in jouw betoog opgesloten. Ja, nou eigenlijk wat het allerbelangrijkste is, daar verschrok ik zelfs nog wel van. Kijk, gezondheid bestaat uit 7 onderdelen. Hè? En zingeving en elke dag een doelstelling hebben, dat is eigenlijk bijna, zij zei dat is nog belangrijker dan dat je je lichamelijk gezond voelt. Dus met andere woorden, je hebt mensen die best lichamelijk het een en ander bekeren. Maar die hebben elke dag een doelstelling. Als ze 's morgens opstaan, dan hebben ze al een doelstelling wat ze die dag willen gaan doen. Waardoor ze een heel stuk zingeving hebben. Waardoor ze zich toch gezond voelen, terwijl ze misschien lichamelijk het een en ander bekeren.